Hoi, ik ben Robin en uh, welkom bij de vierde aflevering van Robins Moltock. Vandaag gaan wij we uiteraard weer de aflevering uh, bespreken. De aflevering dat Ellie, een van de hoogst verdachte kandidaten, het uh, spel moest verlaten. Daarnaast wil ik ook zeggen dat we nu halverwege het seizoen zijn. Dat ik het toch wel fijn vind om dit seizoen te bekijken. Zeker na het afgelopen seizoen van Wies Het is dan ook goed te volgen. De omgevingen zijn heel mooi om te zien. En het is allemaal gewoon heel goed uitgewerkt. Nu we dit gehad hebben, gaan we de vierde aflevering van Wies bespreken. De aflevering waar de geboorteplaatsen van bekende schilders te zien zijn. Waar we de Follow the Money in het echt gaan uitvoeren. En waar we de groeten uit Florence krijgen. In ieder geval is dit meestelijk bedacht en dit is ook de titel van deze aflevering. En nu ik uh, toch op dreef ben uh, na deze meestelijke intro, gaan we door naar opdracht 1 van deze aflevering. De titel van opdracht 1 is genaamd Meesterwerken. In deze opdracht kon er 2000 euro voor de pot verdiend worden. En met wat meer geluk als wijsheid uh, hebben ze toch uh, 1000 euro kunnen verdienen met deze opdracht. Hier uh, zijn mij een aantal dingen opgevallen die ook. Veelvuldig in andere hints- en theorievideo's naar voren zijn gekomen. Te beginnen met een anti-mollen actie van Nikkie. Ik sta voor een prachtig rond schilderij. Als mol zijnde zou je niet zo snel zeggen dat de schilderij rond is. Zeker omdat je weet dat de meeste schilderijen in het museum rechthoekig zijn. Ook was Ron nou niet direct erg blij met het feit dat de eerste code snel gevonden is en ook nog correct blijkt te zijn. Oké, okay, hartstikke goed, goed. goed, jongens. We zien jullie straks. Hier lijkt het er ook op dat Ron heel even vergeten was dat hij blij moest acteren. Dit zou uiteraard dan ook een goede hint richting Ron zijn, als mol. En ook gedurende deze aflevering denkt Ron het schilderij van Peggy gezien te hebben. Hij wilde dit navragen, maar er was te weinig tijd en Ellie en Patrick waren al weggelopen. En misschien is dit het wel. Ik heb volgens mij het schilderij. Van Pecky toen gezien. Met die hond aan de rechterkant en dat aapje ook. En toen dacht ik, ja, misschien is dit het. Maar we hadden maar heel weinig tijd. Dus ik denk, ja. Dus ik draai me om en toen waren ze al weg. Dan uh, zijn we bij opdracht 2 aangekomen. Ook wel Follow the Money genoemd. Dit was ook wel een heerlijke speeltuin voor de mol om weer wat streken uit te halen. Want je kon heel snel iedereen in de war brengen door wat verkeerds En dit was uiteraard wat Tigo ook deed. Hou nee. de vrouwen de haasten? Nee, ze heeft hem niet gezien. wel, net wel. Ze switste met deze man met een baard. Ik zag de switch. Nee, ze dit zo. Ze tikte nee, de, de baard aan. Dit is op zijn opvallend te noemen. Want voor zover ik kon zien, had hij geen vrijzicht op de koffers. En kon hij ook niet goed zien wat er gebeurde. Een opvallende molenactie, of gewoon ongeluk? En uiteraard, wanneer ze de drie oud molen bekend moeten maken, noemde de kandidaten Constant Dennis Wening. Maar besloot Nicky om Jan Versteeg van te maken. En Dennis dan? Nee, uh, Jan. 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 Jan? Jan Versteeg. Oké. Okay. John, Margriet. Jan. 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 Laat maar eens kijken of jullie het goed hebben. In ieder geval is het allemaal heel erg vreemd hoe het is gelopen. En helaas hebben ze met deze opdracht dan ook geen geld verdiend, omdat ze eigenlijk niet wisten wie de drie oudmollen waren die voorbij kwamen lopen. Dan is het alweer tijd voor de laatste opdracht van deze aflevering, genaamd groeten uit Florence. In deze opdracht kunnen ze 1.350 euro verdienen en uiteindelijk is dat 750 euro voor de pot geworden. Ook dit was een leuke opdracht om te zien. Ze moesten namelijk een foto maken van het object wat op de ansichtkaart stond, met als extra moeilijkheid dat ze de ansichtkaart op de plek moest houden wat overeenkwam met het object. Maar wat de kandidaten niet opgevallen is, is dat op de achterkant van de ansichtkaart een map stond waar het object zich zou bevinden. Dit is dan ook wel een gemiste kans om als kandidaat meer geld in de pot te kunnen krijgen. Ook tijdens deze opdracht heeft Nikki constant het gevoel dat ze moet kijken of alles nog goed zit bij haar. En hebben Patrick en Jeroen ook een ritje verdiend in de draaimolen. Allemaal momenten om gewoon heel veel tijd te rekken. Om de opdracht zo min mogelijk succesvol te laten verlopen. Daarnaast heeft Jeroen ook bij deze opdracht. dat het hem niet veel uitmaakt. dat de Ansichtkaart maar 50 euro waard is. maar dat het in ieder geval iets is. Dat is 50 euro, maar dat is wel heel weinig hè? Ja, maar dan hebben we in ieder geval iets. En later gebeurt hetzelfde bij Tigo, alleen kon ik het fragment hier even niet van vinden. En natuurlijk de laatste en ook de meest opvallende van Nicky. Zij willen kwartier lopen voor 50 euro. Dit zijn allemaal hele verdachte acties. Maar ik kan er natuurlijk maar één de mol zijn. Ik ben dan ook benieuwd wie jullie verdenken als mol. Laat het ook gewoon weten in de reacties. En dan zijn we aangekomen bij de executie en afsluiting van deze aflevering. De executie was net zoals vorige week met Horus op zijn minst weer bijzonder te noemen. Ik moet er ook wel even bij zeggen dat ik het jammer vond dat Horus niet terugkwam in deze aflevering. Terwijl het toch wel een soort van gesuggereerd zou worden. Maar ja, goed, vandaag moest. Helaas het uh, toneel verlaten bij het zien, uh, eigenlijk al van de eerste uitslag, wat ook uh, heel erg snel was. Gelukkig heeft het voor mij voor de potentiële mollen uh, weinig verschil gemaakt. Dit zijn voor mij nog steeds Tiro, Nicky en Peggy. En dat is ook uh, waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter en uh, vergeet niet uh, te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet er niet het belletje aan te zetten, zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik van nu. Uh, Later.